Hey iedereen, Wesley hier. Leuk jullie kijken naar deze gloednieuwe Wesley Review, waarin ik mijn mening geef over de nieuwste muziekalbums, films, musicals en alles wat met muziek te maken heeft, of waar muziek een grote rol speelt, of wat ook gewoon met kunst en cultuur te maken heeft. Dus we gaan dus een keer een kijkje nemen naar een hele onverwachte album, die ik eigenlijk dit jaar niet heb zien aankomen eigenlijk, ook al zeker niet deze maand. En dat is natuurlijk het plots uitgebrachte nieuwe album van de Nederlandse rapper Fresco, genaamd In het Diepe. Toen ik erachter kwam via Spotify dat Fresco een nieuw album heeft uitgebracht, dacht ik echt van, oh, dit wordt echt vette shit, weet je wel. Maar weet je wat, genoeg gekletst. Laten we nu meteen beginnen met deze albumrecensie, zodat jullie ook weten wat ik van dit album vind van waarschijnlijk een van de beste en meest invloedrijke rappers van Nederland. Laten we vast beginnen. Je doet alsof je me niet hoorde, maar ik hoorde de chappen. Ik ga niet liegen voor je, man, papa. In het Diepe is het vierde studioalbum van de Nederlandse rapper Fresco, die na 4 jaar geen nieuw album uitgebracht te hebben, geheel onverwacht dit project uitbrengt. Dit album is opgedragen aan de oma van Fresco, die waarschijnlijk overleden is, en deelt hij zijn gedachten en ervaringen over de Nederlandse rap scene, zijn vrouwen en kinderen, en zou hij pas gehad hebben van een depressie, naar wat ik gezien heb in de teksten. Maar misschien wel, misschien niet, ik weet het niet, ik heb er niet echt heel veel over kunnen vinden, zeg maar. Maar één ding is ook wel zeker duidelijk, hij heeft een tijdje niet lekker in zijn vel gezeten, en dat is terug te horen op dit album. Sowieso ga je bediend worden. Ben niet gevoelig voor trends. Ik heb mensen zien komen en gaan. Naar mijn mening is Fresco, net als Campy en Pete Philly, een van de beste rappers die Nederland ooit gekend heeft. En het is verfrissend om te horen om hem weer te horen praten over complexe thema's en onderwerpen, zoals zijn depressie, zijn familie, het verlies van zijn oma en over hoe hij met zijn depressie omging en wat hij daarmee deed en wat hij allemaal voelde allemaal, weet je. Ook een beetje over eenzaamheid, zijn bijna kwijtraken van zijn vrouw. De nieuw materiaal voor een hip-hop album eigenlijk. Er zijn ook wel een paar nummers die te horen zijn die zo'n typische trap beat hebben en een beetje een pop-achtig randje hebben, wat niet heel erg verfrissend of origineel is, want we hebben mensen zoals bijvoorbeeld Eminem al bijvoorbeeld dit vaker zien doen met zijn medisch gezette nummers, of we zien ook bijvoorbeeld Migos of heel veel rappers van tegenwoordig eigenlijk, vooral uit Amerika, zover ik weet, die iets meer radiovriendelijke hip-hop maken eigenlijk. Dus dit is ook bijna het geval met dit album hier. Hey, ik lees anderen de les niet graag, maar het komt hoe het komt, broer, ik denk niet na. De songwriting van Fresco is vaak gedachten doorbrekend, maar het is veel minder sterk dan zijn eerdere werk. Dus zoals zijn debuutalbum die hij naar zichzelf genoemd heeft, en ik vind ik echt een sterk geschreven album op zich. We zien wel een gevoelige kant van Fresco op dit album, waarin we teruglezen dat hij vreesde voor de dood van zijn zoon, die net geboren was, maar uiteindelijk toch leeft, want daar vertelt ook heel uitgebreid over. Maar op het nummer Laatste van mijn soort zegt hij dan bijvoorbeeld dit. Dit is misschien, naar mijn mening, een van de meest controversiële zinnen die hij ooit gezegd heeft op een van zijn nummers eigenlijk. En die luidt zo. Mijn kinderen zijn heilig en ze krijgen al mijn liefde. Niks is heilig hier. Niks behalve dat niks heilig is. En behalve Koningsdag en Zwarte Pieten. En dat is ook een punt waar ik het zelf helemaal niet mee eens ben. Kijk, Koningsdag, die toevallig valt op 27 april, is behalve een nationale feestdag de verjaardag van koning Willem-Alexander. Natuurlijk draait het dan om de koning, de staatshoofd uiteindelijk. En dat van Zwarte Piet, ik heb mijn punt over Zwarte Piet heel duidelijk gemaakt in een eerdere video die ik volgens mij een jaar geleden gemaakt heb. Waarin ik vind dat Zwarte Piet niet per direct racistisch is, of dat het aanzet tot racisme tot mensen met een donkere huidskleur. Check vooral die video voor de volledige context, want ik wil niet te veel in herhaling vallen en niet te veel uitleg aan geven, want anders wordt het een hele lange video eigenlijk. Linkje staat hierboven in de balkje van, dus in de beschrijving. Ik kijk niet naar Koningsdag als een hele heilige dag of zo. Het is eigenlijk wel Koninginnedag, viel eerst op 30 april. En nu is het na 27 april verschoven. Dat is op zich niet echt een ramp. En wat de Piet betreft, ik zie Zwarte niet meer als een soort van figuur die toevallig een donkere huidskleur heeft. Die gewoon een oude man helpt om cadeautjes rond te brengen uiteindelijk. En de rest is hij gewoon heel vriendelijk en slim en allemaal positieve eigenschappen. Waarvan ik denk van, hoe kan dat nou racistisch zijn? En naar mijn mening. Maar natuurlijk zullen er altijd figuren zijn die er heel anders over denken. En zoiets hebben van, ik vind dat zo, dus daarom heb ik gelijk. Weet je wel. Ik heb met dat soort mensen te maken gehad. Dus met hun is echt niet te onderhandelen of te beredeneren eigenlijk. Dus voor hun is een rationeel gesprek niet mogelijk. Dus terug naar de review. Verder heeft Fresco ook wat stukken tekst die niet al te best geschreven zijn. Dit zijn zinnen zoals deze. Dit leven neukt je, maar je mag misschien een standje kiezen. Of draai de rollen om, broertje, geen vaseline.
Is dit een verwijzing naar de diss track No Vaseline van Ice Cube of zo? Waarom? Vader is een werkwoord, moeder is een werkwoord. Dat is niet waar. Werkwoorden zijn bijvoorbeeld fietsen, strijken, lopen of bouwen of koken, of brengen. Dat zijn werkwoorden. Vader en moeder zijn geen werkwoorden, Fresco. Je zou beter moeten weten, man. Je hoeft niet te snabbelen om weer omhoog te kunnen klauteren. Poesie, miauw, deze daboe zou je rauw smullen. Tamme honden bijten niet, maar zullen gauw brullen. Honden brullen niet. Ze blaffen of ze grommen. Maar ze kunnen niet brullen. Een leeuw die kan wel brullen. Een beer kan brullen. Honden? Nee, die kunnen dat niet. Ik wil skimmen net als Gargamel, maar als ik bel, begint die drama snel en word je Adden net een blauwe smurf. Oh mijn god. En de smurfverwijzing in de rapnum van Fresco. Dat is echt niet... Oh nee, dat is echt... Nee, niet goed. Ik zie aan je vrouw dat ze dorst heeft, haar boete vereffert haar de horseface. Dus stel ik mezelf voor als Jorge en sla ik ernaar als op de bobslee. Hoe deze generatie leeft maakt me wel hoper. Heel de dag dromen, leeft onder narcose. Intolerantie, ik heb het niet over lactose. You don't say, Fresco. Je meent het. Why? Tja, er zijn wel mooie stukken in het album. Maar de zinnen die ik net opgenoemd heb zijn het bewijs dat zelfs de allerbeste rappers keihard op het bek kunnen gaan. Wat betreft de songwriting. En de songwriting was een enorme misser op dit album. Fresco's optreden, zowel in het zingen als het rappen, is voor het overgrote deel wel goed. Op sommige nummers daarentegen kan hij een beetje klinken als een typische mainstream rapper. En in de nummers Trots op Ellende en Compleet zit hij keihard te schreeuwen, wat zijn optreden gewoon onluisterbaar maken. En als je me niet wil geloven, hier luister maar even. Sommige niggers zijn trots op ellende. Sommige niggers zijn trots op ellende. We zijn weer op break, we zijn er nog steeds. We zijn weer compleet, compleet. Jap, dat komt van Fresco. Een van de grootste rappers van Nederland. Ik zou nooit kunnen zien wat jij ziet. En ik zou nooit kunnen doen wat jij... Op dit album zijn gastbijdragers te horen van onder andere Shadi, Asia en Jan Scha. Het optreden van Asia op Interlude Gedachten is echt goed. En dat echt gewoon de zang, zeg maar, voor kijken wel mooi past bij de productie van het nummer. Het gastoptreden van Janne Schaar op Mijn Zoon is wel mooi met haar mooie heese stem. Ik vind het echt een hele mooie stem om naar te luisteren. Maar door haar optreden voelt de hoek een beetje cheesy aan. Een beetje clef en zo. En het is wel een heel lief nummer, maar ja. Maar voor de rest, ze deden voor de rest niet slecht. En nu moet het hebben over de slechtste gastartiest die ik ooit op het album gehoord heb. En dat is Shine, die te horen is op de nummers Scherven, Moeiteloos en Gevangen in het Donker. Op de eerder genoemde twee nummers is zijn zangoptreden vreselijk om naar te luisteren. Waardoor hij klinkt als een zure gast die boos is dat hij geen lekker wijn heeft kunnen scoren tijdens het uitgaan. Zijn stem klinkt ook niet, laten we zeggen, smooth genoeg, waardoor zijn zang er zo lekker uit komt. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, hij komt dicht, Shadi. Dit is vals. Sommige niggers zijn trots op ellende. Sommige niggers zijn trots op ellende. Sommige... De productie op dit album is vrijwel hit or miss. Er zijn een paar goede nummers die een goede beat hebben. Maar vanaf het nummer Trots op Ellende gaat de kwaliteit van de productie flink achteruit op dit album. Hoewel op dit album maar slechts 4 producenten betrokken zijn geweest, hebben ze nummers die de ene keer heel sterk zijn en de andere keer heel erg zwak. En het feit dat Timon niet betrokken is bij de productie, dat denk ik van what the fuck is dit? Want Fresco en Timon gaan zo goed mooi samen, maar zijn... Ja, hij is er niet bij betrokken. Ik heb zijn naam niet gezien bij de albumcredits van wie de producenten zijn, wie de songwriters en zo, weet je wel. Dus ja, jammer. Ik zal ook heel eerlijk zijn, ik vind het echt kut dat Fresco last had van zijn depressie en dat hij zijn oma verloren heeft. Maar ik ben ook wel echt blij voor hem, dat hij blij is met zijn vrouw en kinderen en dat hij hem van ze houdt. Daar ben ik echt super blij mee, weet je wel. Maar hoe mooi dat album ook is, dit nieuwe album van Fresco is een rotzooitje. En daar moeten we allemaal heel eerlijk in zijn. Ook al is de gedachte achter het album wel heel erg mooi. Wat echt jammer is, want ik vind zijn debuutalbum uit 2010, die hij naar zichzelf vernoemd heeft,
wel erg goed en die ik tot nu toe beluisterde. Ik heb alleen zijn andere albums nog niet beluisterd, maar misschien moet ik dat ook even gaan doen. Ik denk dat ik een patroon zie dit jaar, wat betreft de beste rappers van Nederland die het teleurstellend, rommelig of onluisterbaar project uitgebracht hebben. Eerst Cappy met zijn Obi Kekke album die gewoon onluisterbaar is, weet je. Dan Piet Philip met zijn teleurstellende Lift EP. En ja, ik had heel veel verwachtingen en ja, dat stelt hij niet zo heel veel voor. En nu Fresco met dit album die echt rommelig is. Ik zie geen reden om terug te komen naar dit album, want dit album is zo onluisterbaar voor me dat ik kan moeilijk luisteren naar het feit dat de productie zo rommelig is. En ja, ik weet niet, voor mij is het niet de moeite waard. Want dit is een 16 nummer 10e album die iets van ongeveer een uurtje duurt. Het voelt voor mij een beetje aan als verspeelde tijden, weet je wel. En voor mij niet echt de moeite waard om naar te luisteren. Wat voor cijfer krijgt het nieuwe album van Fresco In Het Diepe? Nou, op een schaal van 1 min tot 10 plus krijgt In Het Diepe van Fresco van mij een 3 min tot 3. Het, ja, ik weet niet man. Hij begon op sommige momenten erg goed, maar uiteindelijk dingen heel bergafwaarts. Daarna op een gegeven moment. En dat is heel moeilijk om vanaf te komen eigenlijk. Fresco, als je kijkt, kijk, heel veel respect naar jou. Ik ben het niet altijd eens met wat je zegt, vooral over die lijn over Koningsdag en Zwarte Piet. En, ik heb ook heel veel respect voor jou als rapper zijnde en ik denk gewoon van dat je gewoon een fantastische rapper bent. Alleen, dit album is gewoon niet sterk, weet je wel. Ik vind het ook niet echt leuk om te zeggen, want ik wil dit album juist goed vinden, weet je. En ja, ik weet niet. Ik vind jou, Campy en Piet Philly alle drie te gek. Alleen jullie drie hebben het me niet overtroffen dit jaar. En dat vind ik jammer, weet je wel. Ik weet niet, want hoe komt het eigenlijk dat jij Timon hier niet bij betrokken hebt bij de productie van dit album? Want hoe kom je er eigenlijk bij om Shadi hierbij te doen op dit album? Want zijn optreden was niet om aan te horen, man. Kijk, ik ben heel erg blij voor dat jij gelukkig bent met je vrouw en je kinderen. Ik vind het ook heel erg kut voor je voor het feit dat jij je oma verloren hebt. Om het feit dat je depressie had of niet zo lekker in je vel zat. Man, ik weet niet hoor, maar dit is geen sterke album, Fresco. En ik dacht gewoon dat jij beter zou weten met dit album. En ik heb zo het gevoel dat dit album heel erg misschien te snel uitgebracht is. Dat je even je tijd had moeten nemen om aan het album een beetje bij te werken, zeg maar. Een beetje te verbeteren hier en daar ofzo. Of dat je bepaalde dingen bij moet knippen. Bijvoorbeeld dat je bepaalde nummers van het album haalt. Met eventueel een aankondiging van wanneer je album uit gaat brengen. Zodat je ook weet van oké, dan heb ik tot zover de tijd om aan dit album te werken, weet je wel. Jammer genoeg is dit album niet de moeite waard, man. Sorry, maar helaas, ik moet eerlijk tegen je zijn, man. Nog steeds respect voor jou, maar dit is niet jouw sterkste werk ooit. En dat komt van iemand die de rapper Fresco echt te gek vindt. Ik weet niet of dit je laatste album zal worden. Ik hoop zelf van niet, maar dat is aan jou, man. Dus ja. Jammer dit. Nou, wat was dus mijn albumrecensie van In Het Diepe van Fresco? Maar wat vind je trouwens van dit album? Vind je het een goed album of geen goed album? En waarom? Ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. En misschien kan ik er zelf ook wat van. En misschien kan ik er zelf ook wat van opsteken. En ik zie jullie de volgende keer weer terug in een gloednieuwe video van mij. Oké? Doei doei.